Welkom bij een nieuw reisverslag van ons Delphine. Hans en Roman nemen je graag mee op hun avonturen. Nu, voordat we gaan vertrekken, ga ik nog wat groentjes meenemen uit een tuin. En ik ben er zo blij mee. Hè. Je moet eens kijken. Dus hier zijn de snijbonen en die zijn dus fantastisch goed aan het gaan. Hè. Hier ga ik er wat van meenemen. En de courgetten hier, die doen het enorm goed. Hè. De afgelopen dagen warm en heel veel regen en dan groeien die enorm goed. Daar ga ik er ook van meenemen. En echt een ware delicatesse. Ik zet het elk jaar in de moestuin en dat zijn struikboontjes. En die groeien hier zo in struikjes. En dat zijn van die hele fijne boontjes. En hier in de serre heb ik ook nog tomaatjes om mee te nemen. Hè. Er zijn er twee die fantastisch mooi zijn. Die ga ik nu proberen voorzichtig eraf te halen zonder ze te beschadigen. Maar je moet eens kijken hoe prachtig. Deze twee keurde buftomaten, die zijn voor vanavond. Er zijn nog genoeg tomaten voor de komende weken. Ja, we zijn nu bijna midden augustus en ja, het is echt tijd om te oogsten. Hè. Al het harde werk van het voorjaar om alles te planten, te zaaien, dat begint nu dus ja, werkelijk vruchten op te leveren. Schitterend weer vandaag, hè? Eigenlijk wel. De hele vanmiddag gaat het zitten regenen. Vannacht ook heel hard. En ik zei van tegen 12:30 ongeveer, ik zeg zo'n 12:00 eten, 12:30 en dan rustig doen en dan 1:00 vertrekken. Ja. Dan zullen we er wel geraken. En zie het zonnetje schijnt heel goed. Hopelijk blijft dat ook zo. Niet te warm hopelijk. Niet want, te warm, nee, want het was gisteren heel erg vochtig. Oh. Allee, zeg dat. Zwoel. Zwoel, hè? Zwoel. En dat is niet plezant, hè. Zwoele dus, temperaturen met de kaper weg staan. Ik hoop maximum 24, dat ze mee voldoende. Ja. Dat is goed. Ja. Ja. Maar ja, nou waar gauw schat. Ja. Limburg, hè? Ja. Ja, de Maas. Nederlands-Limburg. Voor een lang weekendje. Ja, want het is eigenlijk zaterdag dat we pas vertrekken. Maar we komen pas woensdag naar huis. Een paar dagen, hè. Een paar dagen. Dat mag langer zijn. We naderen hier de Roertunnel bij de A73. Met zijn 2,45 km is het de tweede langste wegtunnel van Nederland. We zijn onderweg en we zijn er bijna. Inderdaad, zoals we daarnet al zeiden, richting Limburg. En Limburg is heel groot, de Maas is eigenlijk ook heel groot, maar we zijn richting Roermond gegaan. In Roermond zijn er een paar campings en kamperplaatsen voor te doen. En we dachten van, camping het Spikkerdal lijkt ons leuk. Dus daar zijn we nu bijna aangekomen.
eindelijk. We staan. En we staan ook heel dicht bij de stroom. Kijk. En hoe zit dat met de stroom? De plaatsen, dacht ik, van 6 tot 10 hebben we 10 ampère. En omdat wij een koffiezetje bij hebben, dus onze espresso, broodrooster. Ja, dacht ik van, we gaan toch maar voor 10 ampère, dat was van 2 euro extra. Dus ik had zoiets van, ja, voor die 2 euro zitten we safe. Het is hier stabiel, de grond? Het is stabiel, maar het is vrij drassige grond. Ja, maar ik heb nou nog geen plassen gevoeld. Nee, het was een ding, was het niet. Hebben we kunnen peertjes nemen? Ze? Hier hangen allemaal peertjes aan de bomen. Ik denk dat die nog niet klaar zijn. Het is hier dus staan op gras. Het is wel verhard. De levelers doen het redelijk goed hier. Geen enkel probleem. Een klein beetje naar boven. Dus dat wil zeggen dat het vrij recht is. Het rode goud uit de tuin, allee, uit de serre. De keur de buff tomaat. Ja. Laat eens zien, hoe doe jij dat? We gaan een carpaccio maken van... Nou, oh, dat is toch zo goed, hè? Dus ik heb ze in de koelkast gelegd. Heb je een zoest? Nee. Ja. Dat is toem, hè. Eigenlijk moet je dat... Je moet plakjes hebben, hè. Dat mag niet uit. Hohoho. Ja. Kunnen wij met twee van eten? Wat denk je? Wat deze wegen bijna 500 gram. 500, ja. Weet je nog, een jaar of 3 geleden, dan hadden wij er één van 800 of 900 gram. En dat was zo heel warm buiten. En dan hadden we het gaan buiten doen op het terras. Mm-hmm. Dan hadden wij die gewoon zo gedaan. Wat fleur de sel, wat olijfolie. En dat was het eten, hè? En dat was het. Eigenlijk hebben we genoeg met één tomaat te eten. Dus, hoor. Wat doen we ermee? Eén tomaat voor ons twee? Krijg je die op? Nee? Nee. Oké, dan gaan we die bij. Dan wil ik nog iets meer eruit. Ja, maar ik wil ook nog wat, hè? Ja, maar de helft, hoor, dan doe ik dat. Ja. En je ziet hoe goed dat ze van binnen is, hoor. Ja, maar... Dat is dus echt... Vlees. Mm-hmm. Een beetje smaak. Oh, die geur. Maar, amai, die raken goed. Ja. Echt lekker. Ja. Echt lekker. Ik heb balsamico crème. Ik heb geen balsamico gewoon. Ik heb hier nog wat olijfolie. Ik heb een fleur de sel hier staan. Ja, dat zijn van die hoogtepuntjes op het jaar, hè. Dan weten we waarvoor we de moestuin hebben, hè? Mm-hmm. Beetje olijfolie. Oh. Dat is genoeg, zo. Ja. Dat mag toch, zeg. You only live once. Mm-hmm. Ja, met dat zout zeker. En ik gebruik fleur de sel. Dat vind ik iets lekkerder, iets zoutiger. Met zoveel zout je only leave half, hè? Ik kan dat tegen. Ik zit nog altijd onder het gemiddelde, dus. Ja, ja. Voilà. En dan pak je gewoon een mesje. Ja, ja. Met wat nog mankeert? En het moet niet altijd vettig zijn bij mij, hè. Ik eet ook eens een keer gezond. Ja, ja. Hè? Maar weet wat nog mankeert? Dat is basilicumblaadjes. Fijn gesneden erover. Hè? En mozzarella kan eigenlijk ook, hè. Dat smaakt er ook bij. Hè? Ja, inderdaad. Dat zijn we dus ook vergeten, mozzarella hierbij. Ja, ja, smost niet, hè. Want ik zag juist dat stukje kunnen beneden vallen en dat ging laat al... Laat het smaken. Dat ging al met een aantrekkingskracht naar uw trui, hè. Ik weet het. Ja. Laat het smaken, schatje. Ja. Eet maar. Ja, dat ga ik ook doen, ja. We hebben gedaan mee eten en ja, we zouden eigenlijk moeten afwassen, hè.
Morgen. Zo, een keer koffie maken. Ja, ik heb vrij onrustig geslapen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk door de stress. En jij? Ik heb... Ja, de eerste nacht slaap ik altijd slecht. Ja. Dus vanaf het was niet te warm, het was niet te koud, maar gewoon onrustig, veel wakker worden. Ja, kan gebeuren. Ik zal eens koffie maken. Hè. Hop, die capsule erin. Ik heb ondertussen de fietsen buiten gezet, de stoelen buiten, dus we kunnen buiten eens van de koffie doen. Ja. Ik heb even mijn zonnebril opgezet, want dat is zo van dat, hoe noemde jij dat, melkzon, spierwit, dat doet pijn aan de ogen. Maar als ik zo nog hinder zie, zijn zo van die precies toch regenwolken. Misschien dat ik het zo ook nog kan filmen, ja, wat regenwolkenachtige dinges. Dus ja, dan gaan we de regenjasjes maar niet meenemen. Ik vind dat dat niet nodig is. Nou ja, we zullen dat zien, maar normaal is dat niet nodig om... Het ging niet meer regenen, dus we gaan dat vertrouwen. Mm-hmm. Heeft deze nacht eigenlijk geregend? Nee, ik heb niks gehoord. Het ging deze nacht om al het regenen, dus... Is niks geweest. Niks geweest. Dat komt dat er nu nog uit. En ondertussen hebben we als klein tafeltje gezet. Nee, ja, meer als groot, want... Het is van de gemakkelijkheid, hè. Ja, voilà. Dat we dat niet moeten uithalen. We zijn klaar, hè. Eindelijk, we gaan fietsen. Ja, zo goed als, hè. Zo goed als, hè. Ja, een grote tour. Van alles bezoeken. En van alles bezien. Ja. En ik wil nu al zeggen, sorry als er af en toe echo op de lijn is, want dan komt er die helmen. Ja. We komen aan bij kasteel De Toren, ook wel De Toren of Hertvelds goed genoemd. Het kasteel is ontstaan uit een omgrachte woontoren, gesticht in de 14e eeuw, waaromheen geleidelijk een aantal bijgebouwen werden gegroepeerd, zodat de vorm van de oorspronkelijke woontoren niet meer goed zichtbaar is. We zijn aangekomen bij de Heilig Hart van Jezuskerk en die is gelegen tussen het centrum van Roermond en Maasneel. Ze is gebouwd voor de bewoners van één der eerste planmatige uitbreidingswijken van Roermond. De kerk werd ontworpen in 1923 door Caspar en Jozef Fransen. De voormalige synagoge, gebouwd in 1853, was gelegen achter een voorhuis dat in 1896 herbouwd was, met daarin twee winkelpanden, een Joodse school en een woonhuis. Tussen beide winkelpanden loopt een gang naar de achtergelegen synagoge. Deze is in 1986 gestopt door een te kleine Joodse samenleving in Roermond. De Onze Lieve Vrouwe Münsterkerk is gebouwd in het begin van de 13e eeuw en daardoor een van de mooiste overblijfselen van de Romaanse bouwkunst in Nederland. De restauratie is verricht door architect Pierre Kuipers. Thank you.
Het praalgraf van graaf Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant is het oudste grafmonument van Europa waarop een echtpaar is afgebeeld. Het voormalig Prinsenhof was oorspronkelijk een gouvernementspaleis in 1683 gebouwd. Dit nadat de voorganger, het Hof van Gelre, door de stadsbrand van 1665 was verwoest. Na een hospitaal en een instelling voor behoeftige wezen is het in 1931 omgedoopt tot een bejaardenzorgcentrum met de naam Louisa Paviljoen. Je loopt dat al dood, dan moeten we zo. Oei, dood. Terug. Oei, een kruispin hier. Oeh. Ja. Ja, ik zie het. We naderen de Sint-Martinuskerk. Dit is een parochiekerk die omstreeks 957 al schriftelijk vermeld werd. Op deze plaats hebben twee kerken eerder gestaan, een Romaanse en een Waterstaatskerk. In 1936 is deze parochiekerk door Stefan Dings ontworpen en gebouwd. Kasteel Horn is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. Deze was gebouwd rond de 13e eeuw. Rondom het kasteel ligt een prachtig park. De burcht is particulier eigendom van de familie Magné en daardoor niet vrij te bezoeken. Het park is altijd voor wandelaars toegankelijk.
Dat slaat dik tegen, dat kasteel hier. Ik dacht van, heel mooi om te zien, maar je moet daar binnen kunnen en dat gaat niet. Ja. Je ziet een beetje van een buitenkant, dat er nog mensen te fotograferen met de gsm. Maar eigenlijk zie je niet veel. Dus? Je ziet een buitenkant, een beetje een toren dat ja, heropgemaakt is, want er zijn drie soorten stenen. Maar voor de rest zie je hier niet veel. 23 kilometer. En een half, ja. Dat is genoeg zo, voor de eerste dag te fietsen, want onze conditie, ondanks elektrische fietsen, ik weet het, het is schandalig. Niet goed, niet goed, niet goed. En als je biedt iets eten. Wat ook vermoeiend is, hè, dat was het centrum, hè, met die oldtimers allemaal en al dat geslinter. Je kon nergens niet door, je kon niet... Ja, dat vond ik wel een beetje lastig. En de dingen die open gingen zijn, die zijn niet open. Dus er waren een paar dingen die wij wou bezoeken, die niet open zijn. Een paar gebouwen die wij... Een must-see is volgens de stad Roermond. Maar wij vonden dat niet echt een must-see, dus we hebben dat ook niet echt gefilmd en zo. Dus we hebben wel ver gereden op bepaalde dingen, waar we dachten van, dat gaat heel mooi zijn. Echt... authentieke gebouwen van de middeleeuwen zelfs, 1300, 1100, 800 zelfs, maar het was niet echt de moeite. Dus het heeft ons nog niet kunnen, hoe zeggen we dat, inlossen, schat? De Roermond, dat heeft ons nog niet kunnen... Jawel. Ja, er zijn schoon gebouwen geweest al, maar ja, mij het nog niet kunnen bekoren. Dus ik hoop op deel 2 van de fietstocht dat het mij wel kan bekoren. Hm? Ja, we zijn ook met twee een beetje moe, hè. Misschien dat ook wel... Ja, met twee en moe, ja. Ja, met twee en moe. Nood aan ontspanning met twee. Dat is... Geen inspanning. Dat is het. Tijd om te koken. Maar zo speciaal is het vanavond niet. Ja, gewoon heel eenvoudig. Ik had een brochetje gekocht voor twee personen. En ik heb dat van het stokje gehaald. En ben dat nu gewoon aan het bakken. Dat is varkensvlees. Ja, die ajuin die er mee tussen zit. Hè. En ik was hier al met de vleestomaat. Dat midden ze eruit gehaald, want dat is toch alleen maar dik. Het vlees, ja. Dan kunnen we dat nog eens gedeeld tot twee doen. Hè. Mm-hmm. En dan ook wat ja. Slaworteltjes en... koude patatjes gekocht. Ja. En we hebben ons een beetje uit de wind gezet. Ja, in het zonnetje. En uit de zon, want anders moeten we de lafel lopen doen. Ja, dat is deel 2 van gisteren. De andere tomaat van 500 gram. Enkele volgers van ons die hadden ons gevraagd van waarom gebruik je de Kadak niet meer om op te koken, die City Chef. Wel, ja, we zijn nu hier eigenlijk op uitgekomen, op een klein compact kooktoestelletje. En zoals ik het al zeg, het is klein compact, het is meer gaspatroon. Het is makkelijk te poetsen, het is veel minder in gewicht. En ja, wij doen niet zo uitgebreid veel vlees eten en continu liggen grillen. Ik maak gewoon iets klaar, een beetje nu, hè, die varkensbrochettetjes in de pan. En dat is het eigenlijk... Ik heb er nog een tweede toestelletje staan, maar dat staat gewoon thuis. Ik heb dat nog niet meegenomen. Ik ga kijken hoe dat ik het hiermee ga doen. En ik vind het veel gemakkelijker. Ja, ik kan er niet aan doen. Maar ja, bij de Kadak, elke keer als we dan veel vlees doen, want wij eten al niet zoveel vlees, zoals ik net al zei, ja, dan moet je die grill proper maken. Hè. En dat is zo'n verschrikkelijk ja, karweitje. Je krijgt dat nooit echt een goed proper of je moet dat laten weken in water met een beetje soda. Maar dat is ook zoiets dat je niet doet als je weg bent met elkaar. Thank you.
Hans en Roman bedanken je om te kijken naar dit reisverslag van Ons Delfien. Wil je hun reisverslag lezen? Ga dan naar onsdelfien.be.